Daar zijn we weer, op het Marktplein van Hengelo. De vorige keer hebben jullie meegenomen naar Okra en de gemeente Hengelo om te praten over waterberging en de kabels en leidingen onder de grond. Vandaag gaan we op pad naar Zwarte Hond in Groningen om te praten over de uitwerking van de ondergrondse fietsenkelder en de rooftop. Maar we maken ook een tussenstop bij de aannemer Düsseldorp, dus ga je mee? We zijn in Groningen bij Zwarte Hond en we gaan nu even kijken hoe het staat met de uitwerking van de ondergrondse fietsenkelder en de rooftop. Nou, het is heel leuk dat het plein eigenlijk heel veel verschillende plekken voor iedereen heeft. Dus je kan meer in het groen, je kan bij het water zitten, op de rooftop, wat natuurlijk een fantastische plek is. Maar ook het podium waar kinderen kunnen spelen en rennen op de trap. Dus er zijn heel veel verschillende plekken wat heel erg leuk is. Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is om de verschillende programma's, de wensen voor dit paviljoen, om die te onderzoeken. Dus hoe kunnen we nou aan de ene kant een goede horecazaak hier maken? Hoe kunnen we op een goede manier de fietsenstalling onder de grond situeren? Daarop een rooftop maken. Dat zijn heel veel verschillende onderdelen met allerlei eigen functionaliteiten. En we zijn eigenlijk aan het onderzoeken van hoe kan dat nou samen mooi onderdeel worden van het plan wat Okra gemaakt heeft. De kiosk die past ook heel erg bij het plein. Hè? Dus je ziet ook dat dat in die wederopbouwperiode ontworpen is, ook heel erg in relatie met de gebouwen die daar omheen staan. Dus het hoort allemaal op een mooie manier bij elkaar. En dat willen we eigenlijk niet verstoren, maar juist sterker maken. We zijn hier bij Düsseldorp. Zij gaan straks het daadwerkelijke werk uitvoeren op het Marktplein. En het leuke is dat zij daar ROC-studenten bij betrekken. De collega van de gemeente Hengelo is ook aanwezig, dus we gaan ze een paar vragen stellen. We zijn bezig met de raming. Die hebben we zo goed als afgerond, want er is een budget en er is een schetsontwerp. En dat moet op elkaar afgestemd worden. Dus wij zijn al meer de diepte ingegaan naar de techniek, naar de kwaliteit, wat verwacht wordt, verwachtingsmanagement. Hè, en past dat allemaal binnen het budget? Dus we hebben allemaal prijzen bij alle onderdelen neergelegd. Daarnaast zijn we ook ondertussen al bezig met fasering, gesprekken met de ondernemers om een contact te zoeken. Hè, dat werkt gewoon straks heel goed als je bezig bent met het werk. En we zijn bezig met onderaannemers en ketenpartners om de lijnen uit te zetten voor de planning. Ik doe de opleiding middenkader functionaris infra op het ROC van Twente. En, wij zijn sinds februari al bezig met het project op het Marktplein. Het is gewoon super gaaf dat je eerst op school gewoon het voortraject helemaal meekreeg. En nu bij Düsseldorp het hele B-baantje ook het hele voortraject meekreeg. En dat je dan straks de uitvoering ook daadwerkelijk helemaal mag uitvoeren. Dat is gewoon super gaaf. Nou, we zijn met Okra zover dat we het ontwerp technisch gaan uitwerken. Met de Zwarte Hond hebben we overleg gehad en zij hebben nu een ontwerp gepresenteerd van de rooftopbar, de kiosk en de fietsenkelder. En dat gaan wij nu samen met hun verder uitwerken naar de volgende stap. En dat is kijken van nou, met de installateur erbij en met de constructeur. En ja, dan brengen we dat naar het vergunningniveau, zoals dat heet. Ondertussen is de auto aan het opladen, want we hebben redelijk wat kilometers gemaakt vandaag. We zijn bij Zwarte Hond geweest en Düsseldorp de aannemer. En we weten nu alles over de verdere uitwerking van de rooftop en de ondergrondse fietsenkelder, maar ook van de daadwerkelijke uitvoering straks. Eén ding weten we zeker, het wordt een super tof plein. Maar eerst op Hoezaan.